Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het zondag 14 mei, moederdag. En ik ga vandaag wat leuks met mijn moeder doen. Cyrano is al in Amsterdam bij zijn moeder. Hij heeft vannacht bij zijn moeder geslapen. En ja, ik heb er heel erg veel zin in. Het is gelukkig mooi weer. Dus ja, ik neem jullie daar gewoon gezellig bij mee. Op dit moment ga ik naar de... ik ben nu bezig met het drinken van mijn pre-workout. Hey, dus bij mijn vorige vlog zei ik de hele tijd body shop. Maar ik bedoel body en fit shop. Echt te lelijk gewoon. Even serieus. Twee mensen hadden me gewoon gezegd van body shop. Ik heb mijn Nike schoenen aan. Ik heb een sportlegging aan van Bershka. Ik heb een sport BH aan van de Bershka. Top van Nike. Die open is van achter. Die helemaal open is van achter. En ik heb mijn Beats bij me. Want ik heb geen zin om mensen te horen. Die de hele tijd lopen te... nee, geen zin in. Dus ik ben nu aangekomen bij de sportschool. En dit doe ik echt nooit meer. Je moet pre-workout ongeveer 30 à 45 minuten of 20 minuten voordat je gaat sporten innemen. En eigenlijk wanneer het begint in te werken moet je al daar zijn. En nu is het echt al bijna 10 minuten bezig. En was ik dus op de weg en ik, oh my god, ik ben echt dizzy of zo. Dit is echt erg, alsof ik dronken aan het rijden was. Dit doe ik echt niet meer, mijn hoofd is heet. Mensen, doen jullie die dingen niet hoor. Ik kan de sauna echt overslaan vandaag, want het is gewoon een sauna in de auto, serieus. Ik had om 2 uur afgesproken met mijn moeder. En het is nu 1:15. Oeh, politie. Het is nu 1:15. En ik heb nog een uur en een kwartier om haar klaar te maken. En dat ga ik denk ik niet halen. Ik wil mijn haren wassen. Want het is echt gewoon vies. En ik heb ook echt doodgezweet ook. Dus het is nu echt vies. Bezweet alles in één. En zo wil ik de mooie dag totaal niet doorgaan. Dus ben ik denk ik 1/2 uurtje later. Maar mijn moeder is toch altijd laat, dus het is niet erg. Ik ga nu snel tanken, dan heb ik dat ook alvast gehad. Want kan ik gelijk, nadat ik klaar ben, door naar mijn moeder gaan. Dus dat is voor nu even de planning. Nou, ik heb net getankt en ik ben weer thuis. En ik sterf echt van de honger, want ik heb niet ontbeten. Nou, ik heb wel gegeten, maar een banaantje. En het is nu gewoon 1:50. Maar ik kan gewoon niet eten in de ochtend. Ik weet niet of... En ik ben echt blij dat ik niet de enige ben die dat heeft. Het is wel vervelend, want ontbijt is gewoon echt de belangrijkste maaltijd van de dag. I know. Maar ik kan gewoon niet eten. Het enige moment wanneer ik kan eten is wanneer ik naar een hotel toe ga. En ik weet dat ik lekker kan eten. Dan geniet ik er alleen van. Maar anders, ik heb er gewoon geen behoefte aan. Ik weet het niet. Ik wil het heel graag, maar ik kan het gewoon niet. Sinds ik klein ben... Hou ik er gewoon niet van om te ontbijten. Mijn moeder dwong me wel altijd om een broodje te eten. Maar het ging gewoon niet door mijn keel gewoon. Ik kan het gewoon niet. En ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dus, dat. Ik ga nu douchen. En ik denk toch niet dat ik mijn haar helemaal mooi los en zo ga doen. Want ik vind het zielig voor mijn moeder. Ik wil wel gewoon op tijd zijn. Want ik ben gewoon zo, ik ben lief. En daarna ga ik... Gezellig met mijn moeder naar Amsterdam. Ga ik gezellig met haar lunchen. En gaan we lekker de stad in. Heb ik heel lang niet meer met haar gedaan. Dus dat gaan we doen. Nou, ik kom net uit de douche en ik heb mijn haar gewassen met deze twee producten van Love & Care bij GSM. Deze shampoo. En deze conditioner. En dit zijn echt fijne producten, man. Ik ben hier echt blij mee. Mijn haar...
er echt mooi van. En het ruikt ook echt heel lekker. Kijk nou. Lekker vol is mijn haar. En ik heb er helemaal niets in gedaan. Oh my god, mijn haar begint te groeien. Kijk nou. Kijk, besef dat ik 3 jaar geleden zo kort haar had. Bijna 3 jaar geleden. Oeh. Maar ik ga me nu snel verder klaarmaken. En dan kom ik bij jullie terug. Zo. Ik heb mijn filling pieces aan. Ik heb mijn nieuwe broek aan van de Zara, waar ik echt mega blij mee ben. Het is high waist. En ik heb ook een oranje trui van de Zara aan. En daar, hierbij ga ik mijn denim spijkerjas aan. Normaal hou ik niet van denim op denim. Maar dit is wel echt live. Dit is gewoon smooth. En dit kan gewoon. Dus dit ga ik doen. Dus ik ga nu naar mijn moeder toe. En daarna gaan we door naar de stad. Ik ben weer gezellig met mijn moeder. Mama. Gezellig gaan we naar Amsterdam. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Voor al de andere vlogmoeders. Alleen voor de vlogmoeders. En de andere moeders. En de fans, mama fans van Kimberly. Ook een hele leuke dag. We zitten nu in de auto en even serieus, dit is echt niet te doen buiten. Desondanks het slechte weer is, gaan we er wel een gezellige dag van maken. En ik ga een klasse mama. Ben je niet geweest? Ik ben geweest, maar ik moet weer. Regen, hè? Je blaas. Ja. Ik denk dat ik gewoon... Maar ik ga zin om dat te worden. Nou ja, we zien wel. Amsterdam op het Koningsplein. We zijn wel in Amsterdam. Oh, zegt hij nee. We hebben al wat spulletjes gekocht. En we gaan nu even wat zoeken om te gaan eten. Want we hebben honger. Kunt u wel zien? Ja. Geslaagd. Mama, laat even je nieuwe schoenen zien. Mooi. Ze zijn zo comfortabel met elastiek. Mooier, mama. Ik ben weer thuis en het was echt super gezellig met mijn moeder. En hoe was je film eigenlijk? Arthur King. Nee, King Arthur. King Arthur. Logisch. Nee, letter Arthur King. Oh, Arthur de King. Doei dan.
King Arthur. Was wel een goede film. Maar ik hou eigenlijk niet van zulke filmpjes. Maar het was oké. Het was een oude film in een nieuw jasje. Gecombineerd. Maar in ieder geval was het een leuke film. Ik denk zo'n 7, 8 geef ik hem. Ja, nee, geen 8, 7. 7 is goed. Maar ik was wel, het is een beetje langdurig. Langdradig gewoon. Langdradig. Het is toch een beetje langdradig. In het begin praten. Dit, dat, zo, zo. Ik was even in slaap gevallen. Zo erg was het gewoon. Zo even, maar niet echt even. 2 seconden of zo. Altijd. Ja, ik had me deze kusje gegeven. Nee, want je loopt altijd van me weg en neem een seat. Neem het andere bent. Ik lijk op een kindje. Je lijkt geel. Maar ja. Ik ga nu... We kunnen een film kijken. Het is nu 9:50. En... Kies jij een film uit of een serie? Dan ga ik mij eten zetten. En een beetje ruimte te maken. Goed? Ja, maar ik zou ook leren eigenlijk. Dan zeg je dat we gaan een film kijken. Zie je? Nou ja, we zien wel wat we gaan doen. In ieder geval zijn we lekker thuis. Maar ik ga nu wel gewoon de vlog afsluiten. Want ik ga toch niets bijzonders meer doen. Dus bij deze. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet geen blauw duimpje omhoog achter te laten. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik je de volgende keer weer.